Ik moet toch heel eerlijk bekennen, dit blijft toch een van mijn favoriete huizen die ik ooit heb gemaakt. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4 uit het hoofd. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering met karakter Stevie, yay! In de vorige aflevering ben ik alweer vergeten wat we gedaan hebben, aangezien dat het 2 weken geleden is. En daar wil ik het heel eventjes met jullie over hebben. Ik heb een serie on hold staan, omdat deze eerst af moet zijn voordat ik dus met die serie ga beginnen. En ik vind dat deze serie mij een beetje te lang duurt. Omdat het onvoorspelbaar is, daar hebben jullie me al vaak zat over horen klagen. Sommigen van jullie vinden deze Let's Play hartstikke leuk. En daarom wil ik deze serie ook niet zomaar in één keer zeggen van ja, cancel, ik scheid ermee uit, ik ben er klaar mee. Noem het maar op. Ik heb een oplossing gevonden. Ik hoop dat jullie het hiermee eens zijn. Dus daar heel eventjes een paar notes over. De eerste note is de Wall of Awesome Comments. We gaan niet verder dan comment nummertje 43. Nummertje 43 is de laatste aflevering die 2 weken geleden is geüpload. Dus ja, dat is ook de laatste comment die in het huisje van Awesome Comments komt. En dus meedoet aan een giveaway voor de Terraria. Want ja, dat is nog steeds een ding. Na zo lang. Ik ben het nog steeds niet vergeten. Nogmaals sorry, maar yay. Ik geef Terraria weg en zo. Leuk. Maar ja, tot en met aflevering 43 dus. Selecteer ik nog een comment. En ja, vanaf deze aflevering gaat dat dus niet meer gebeuren. Tweede note die ik heel eventjes wil gaan zeggen is, er zijn namelijk een paar dingen die ik dus wil gaan doen. Ik heb een leuke voorbereiding. Ik heb een pumpkin moon hebben klaarstaan, dat we 2 pumpkin moons gaan doen in deze aflevering. In de volgende aflevering doen we 2 frost moons. We gaan nog de Martin event doen. Dat is de event die ervoor zorgt dat je dus space en alles, dat is in 1.3 is dat bijgekomen. En dan als laatste doen we de Moonlord en dat wordt dan het einde van de serie. Dus ik denk nog zo'n 4 afleveringen en dan is het echt einde serie. Want ik zeg heel eerlijk, ik wil niet tegen mijn zin gaan opnemen. En ik moet zeggen, Terraria, ik vind het nog steeds een heel erg leuk spel, maar het is enorm lastig om op te nemen. En 1.2.4 was nog redelijk te doen. Maar sinds dat 1.3.0 of 1.3.4 zo gigantisch groot is geworden en dat er dus zoveel te doen is, het opnemen, dat duurt gewoon veel te lang de tijd. Omdat het meeste is allemaal kansberekend. En ja, op het moment dat heel veel... Wauw. Wauw. Ik krijg gewoon... Goed, never mind. Maar in ieder geval, het is kansberekend. En daardoor duurt het enorm lang een aflevering opnemen. Dat duurt voor 2 afleveringen was ik gemiddeld... Ja... 4 uur, soms. Dus ja, dat is een van de grootste redenen waarom dat ik echt zeg zo van ja, de serie, het is leuk geweest. Maar hij gaat al net zo lang door als Twilight Princess. Twilight Princess is eindelijk afgelopen. Het is tijd om weer verder te gaan. En ja, daarom heb ik ervoor besloten om dus echt verder te gaan. Nogmaals, het is een hele leuke serie geweest. Maar eerlijk gezegd, ik ben er een heel klein beetje klaar mee. Een heel klein beetje maar. Dus ik heb een Carpnado. Sorry. Maar goed, we gaan dus de Pumpkin Moon gaan we dus doen. Volgende aflevering wordt dus een dubbele Frost Moon. Dus ja, ik hoop dat jullie het met deze beslissing eens zijn. En dan kan ik jullie vertellen dat het wel weer een survival iets gaat worden. Dat wordt de hint dan voor de serie die ik dus al, ik weet niet hoe lang eigenlijk gepland heb. Maar deze is elke keer een obstakelpunt van hallo! Terraria moet ook nog gedaan worden. En ja, we zijn al van wereld veranderd. Omdat de andere wereld niet meewerkt. Nogmaals, het is random generated. Dus ik hoop dat jullie me... besluit een beetje kunnen begrijpen. Dus, maar goed, ik zie jullie heel eventjes in de avond. Dat is voor mij 7 minuten wachten, dacht ik zo. Want dan kunnen we dus gaan beginnen met Pumpkin Moon Event. Dus ik zie jullie in een seconde voor jullie. En voor mij weer zoveel minuten. 10 minuten later. Nou, ondertussen dat de zon dus eindelijk bijna ondergaat, werd ik het tijd. Jongen. Dat is het enige nadeel. Want ik weet dat ik een dayskip heb. Het enige nadeel is die dayskip... Die zorgt ervoor dat we naar een dagdeel gaan. Dus dan gaan we weer gelijk terug naar de ochtend toe. Dus dat schiet niet op. In ieder geval, onze setup die ik heb gekozen, dat is gewoon range. We gaan voor de range met Holy Arrows. Dat is mij, lijkt mij het leukste. We hebben de Unreal Phantasm. We hebben de Deadly Stormbow natuurlijk voor grote vijanden. En Crowd Control. We hebben een Mega Shard voor, met Crystal Bullets. Maar ik gebruik gewoon mijn Endless, want ik wil het eigenlijk niet echt gebruiken. Voor de rest heb ik dus gewoon een setup hier. We doen op zijn minst best wel flinke damage. 141 met een die en 121 met een die als we stilstaan. Dus, en vergeet niet, zijn holy arrows. En holy arrows zijn awesome. Dat heb ik jullie al verteld.
Dus dat is een beetje de setup die we gaan doen. Het is nog anderhalve minuut wachten. En hallo Lazy Nimbus Rot, waarom krijgen we nou in één keer alle items? Is het omdat ik je kritiseer dat je mij niks hebt gegeven met de Let's Play vloek de hele tijd? Is dat gewoon te Oké, serieus. Ik ga een beetje... Adem in. Adem uit. Plus ik wil ook niet eigenlijk alles laten zien, aangezien dat ik wil jullie zelf natuurlijk ook het spel laten zien hoe dat... Ja, het spel laten ervaren zoals dat ik het ervaren heb. Dit is een reden dat ik hier heel veel uren in heb. En ik moet zeggen, opnames zijn leuk, maar dit spel is niet echt opnamevriendelijk, laat ik het zo zeggen. Dus, ik bedoel, ik heb heel veel moeilijke tijden gehad om eigenlijk dit op te nemen. Maar dat heb ik net al gezegd voordat de knip kwam, dus is het ondertussen al maar echt serieus, we gaan beginnen jongens. Even de traps aanzetten, niet vergeten. We hebben onze buffs. En nog even aanzetten. Hallo. Misschien is het ook wel handig om de traps open te gooien. Weet niet. Auw. Oké, we hebben nog 30 seconden. Eventjes snel. Nog heel eventjes mijn summon eventjes refreshen. Dan moeten we snel weer terug. Waarom wacht ik hier altijd mee op het laatste moment? Omdat het op het laatste moment... Waarom staan die dingen gewoon niet in de battle arena? Omdat ik geen logica's heb. Logica's. Who needs them? Ik niet. Jullie? Ik niet. Oh, echt niet? Nee. Oké, nou, hetgeen wat ik dus wil gaan doen is... ja, we hebben crowd control. We hebben dit. Ah, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Here we go. De Pumpkin Moon op expert mode. Al moet ik wel zeggen, expert mode, hij is leuk. Maar helaas geniet ik er niet zo erg van als dat ik gehoopt had om ervan te genieten. Dus, ja. Oké, dan komen onze vijandjes al een beetje binnenstormen. We krijgen al de second wave. Ah, voor deze beesten hoeven we ons absoluut niet druk te maken. Omdat, ja, ze komen hier toch niet doorheen, hè. Ja, laten we even de andere kant op schieten. De eerste waves die maken niet echt zoveel uit. Totdat dadelijk de pumpkin moons komen. Dan wordt het interessant. En vergeet niet, onze trap room die werkt heel erg goed. Zo goed zelfs dat ik denk dat we zelf de final wave kunnen gaan halen. Mits ik niet een dodelijke, pijnlijke dood ga sterven. Wat natuurlijk heel vervelend zou zijn als dat gebeurt. Oké, de Morningwoods die komen nu ook al tevoorschijn. Dat zijn hele grote bomen waar we vooruit willen kijken. Want die kunnen namelijk... Au, au, au. Dat doen! En misschien is het ook handig om mijn buffs aan te zetten die ik helemaal vergeten ben. Oeps. Foutje van mij. Weer een death counter bij. En je ziet hoeveel damage dat ze doen. Zeker als je niet oplet. Oké, jij hield me even snel. En dan gebruik ik gelijk al eventjes mijn buffs. Oké. Zie je hoeveel damage dat die dingen doen, zeg. Oké, op het moment dat Morningwood tevoorschijn komt, willen we dus gaan uitkijken. Want die dingen die doen pijn. Goed, kunnen we weer? Mooi. Dus we willen zeker goed in de gaten houden tot er geen... Geen Morningwoods in één keer onderaan de grond in één keer komen zoals nu. Deze pijlen wil ik hebben. Oké, dan gaan we even over naar crowd control. Deze, ja, Morningwoods zijn gevaarlijk, maar op het moment dat we crowd control hebben, dan hoeven we ons eigenlijk nergens geen zorgen meer over te maken. Oh, hallo. Oké, nou krijgen we pumpkins erbij. En voor pumpkins heb ik een heel speciaal trucje. Ze houden niet van de Holy Arrow. En hij is neer. Het grappige is, op het moment dat je dus een pumpkin neerhaalt, krijg je ik weet niet hoeveel hartjes. Dus, ook al word je geraakt door die krengen, maak je geen zorgen. Oké, nou zitten we op een goede... Nou zitten we op een goede pace. Even help. Dankjewel. Zit hieronder nog iets? Ja hoor. Dit is zo'n beest. En die is ook al neer. Zit ondertussen al op wave 10 jongens. Dus, volgens mij zijn er 15 waves. Crowd control. Headless Horseman. Gezellig. Ik ga gewoon zo staan. Misschien nog even een regenwolkje erbij. Waarom niet? Zo. Oh. Here comes the Pumpkin King. The king of all pumpkins. Ah, wat een lachertje. Hallo.
Eigenlijk had ik deze event iets eerder moeten doen, maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Ben ik heel eerlijk in, jongens. Kun je blamey? Ja, dat kunnen we. Boeit het niet? Nee? Oh, wat gemeen. Oh! Oké, laten we het proberen. Oh, zijn jullie al neer? Ik heb help nodig. Ah! Je komt als geroepen, mijn vriend. Ik heb help nodig. Kun je mij heel eventjes mijn help geven? Dank je. Die moeilijk moet er nog? Nee. Oh, we beginnen al trofies te krijgen. Dat is alleen maar geit. We beginnen al goede trofies te krijgen. En we zitten al op wave 13 ondertussen. Jeetje, hoe snel gaan die waves wel niet? Hallo. Mag ik zeggen dat dit eigenlijk ook even wel een goede crowdcontrole is? Heel dood. Poink. Oh, nog één. Gezellig. Oké, nou wordt het dus echt alleen maar focus op het moment op dus de Pumpkin Kings. En ik bedoel, we hebben nog best wel een redelijke tijd te gaan voor. Dus ik denk dat we inderdaad de final wave makkelijk gaan halen. Volgens mij wordt het dan een beetje scorebased of zo. Dat dat een nieuwe challenge is of iets. Oh, help graag. Oké, we hebben jouw help. Oké, nou wordt het een beetje druk met pumpkins. Holy snijkvogels. Ik heb geen help meer. Holy snijkvogel! Hoe? Iedereen is ook gelijk slaind. Ik denk dat we een probleem hebben. Ik denk dat we een heel groot probleem hebben. Ik kan mijn teleporter proberen. Jesus! Ik heb een beter idee. Misschien heel erg dom, maar ik heb mijn spawnpoint gewoon removen. Kill me maar! Voordat er dadelijk iets met Steve gebeurt. Oké, health. Buffs. Oké, here we go. Moet te doen zijn. De neus, hoe moet je dit overleven? Moet je zien hoeveel? Dit is toch niet te doen gewoon? Serieus? Dit is waarom dat ik expert mode te OP vind. Hallo? I'm trying, guys. Ik probeer dit echt. Maar hoe moet je dit doen? Hoe? Dit is wat mijn... dit is gewoon wat echt expert mode voor mij breekt. Ik bedoel, een challenge is fair. Maar er is ook nog zoiets als unfair. Dus misschien had ik zelf persoonlijk meer plezier gehad op het moment als ik dus geen expert mode had gekozen. Ik bedoel, ik heb health gebruikt, jongens. En ja, hier.
Nee, dit... Ja. Bleh. Nou ja, 4 seconden nog. 3, 2, 1. Pumpkin Moon Event is over. Godzijdank. Ik denk dat ik er nog niet eens 2 doe. Ik hou het bij eentje. Jullie hebben gezien wat voor een chaos dat het is. Kunnen even kijken wat voor wapens dat we allemaal te pakken hebben gekregen. En voor stuff. En nou, ik zie hier al... We hebben Morningwood Trophy en we hebben de Pumpkin Trophy. En dat is eigenlijk dus de Final Wave. Op het moment dat je de Final Wave hebt... Vanaf dat moment wordt het gewoon een hel. Vanaf dat moment is het gewoon een nee-gay. Nee-nee. Gewoon nee-nee. Gewoon nee-nee-nee. Oké, nou weet je wat? Ik ga gewoon heel eventjes 2 hier weghalen. En dan hang ik ze gewoon hier even op zo. Nee, niet 2 van dezelfde. Dat is saai. Zo. Ja. Lekker belangrijk. Goed. Ik ga heel eventjes mijn inventory eventjes sorteren. En ik zie jullie in een seconde op het moment dat we, ja, kunnen zien wat nou eigenlijk heeft gegeven. Oké, wij hebben gekregen een Necromancer... We beginnen gewoon even onderaan, dat is het makkelijkste. We hebben gekregen wat ammo, schoenen, 3 maals die ik zie liggen ondertussen, zo. Jack-o'-lancer launcher, dat is volgens mij een rocket launcher. Candy corn is voor... Oh, we hebben hier de sniper. Ik dacht al, waar is mijn sniper gebleven? We hebben een Necromancer skull, die zorgt ervoor dat we mee kunnen summonen. Dat is voor een summon armor. Spider egg, dan krijg je een spin... pet. Leuk, krijg je spin rack. Spooky hook. Ja, die is volgens mij niet zo goed als de hoek die we nou hebben. Even kijken, we hebben nou de... Laten we wel eventjes de test eventjes doen. Oké, als hij op screen gaat, dan helpt dat niet echt. Dus laten we hem hier al eventjes de test even gaan doen. Oké, hier komt hij ondertussen net bij het plusje terecht. Oké, nou, dan even, swip swap. Oh, deze die gaat verder. Hij is wel beter. Ah, mooi nou. Dus de toornhoek hebben we nou niet meer nodig. Oké, Scarecrow shirt, dat heeft niet echt gevonden. De steak launcher voor de steaks die we hier hebben. Ik weet niet, is dat een soort van... Zo, hoi. Oké, hij kan best wel flinke damage doen, dus dat is wel leuk op zich. En laten we deze ook even schieten. Yep, een grenade launcher, hartstikke leuk. Keen Bat Scepter, die geeft een, volgens mij, magic damage tot die bats. Ja, dat is een soort van B-gun. Maar dan met bats. Op zich best een heel goed wapen dit. Ik zal heel eventjes trouwens mijn traps uitzetten. Want dat hebben we net gezien hoe fout dat kan aflopen. Zo, nou ja, niet uitzetten, maar even dichtmaken. Dan hoeven we ons er geen zorgen over te maken. Onder ligt alleen nog maar een beetje geld. Spooky wood, lekker belangrijk. Ondertussen iedereen die dood is hier. Nee. Waar is mijn bat scepter? Waar is mijn scepter? Daar is hij. Kijk. Yay. Ja, yeah, dan werkt een beetje het beacon. Dus op zich niet zo verkeerd. Candy corn rifle. Zeker best wel een leuk wapen. Niks mis mee. Spooky twig, dat is een material. Volgens mij kun je daar summon armor van maken. En hallo. Fijn, kan ik eindelijk iets op jou even uittesten. Ga dood. En die hebben we dan nog eentje te pakken gekregen. Nou, in ieder geval... Ik zou zeggen geslaagd, maar ik weet wat ik ga doen met die tweede Pumpkin Moon. Ik had gezegd dat we de 2 zouden doen en ik zat echt zo te denken van... Ja, nou, we hebben gezien wat voor een death massacre dat het zou gaan worden. Laten we het vergelijken met non-expert. Nou hoop ik dat dit bij hele veel mensen eventjes bekend voorkomt. Want ja, dit is mijn oude Let's Play wereld. En ja, hier gaan we gelijk beginnen met... De Pumpkin Moon. Dit is op normal, dus we hebben 1 inventory slot minder. Ja, toch even de buffs eventjes erbij gooien. Oh, mijn trapsysteem hier is waardeloos. Nou ja, als het werkt, dan werkt het. Dan ga ik gewoon hier bij ons vuurwerk en alles staan. Waarom staat mijn vuurwerk eigenlijk niet aan? Boink. Kom op. Aan. Ja, heel erg leuk. Het is niet de final episode. En het is eventjes een throwback naar mijn oude Let's Play. Maar dat maakt mij niet echt zoveel uit. Hoppakee. Vuurwerk aan. Hartstikke gezellig. Nou, dit is dus de Pumpkin Moon op normal. Dus dit is geen expert mode. Gaan we eens even kijken hoe goed dat we het daar doen. Ik zie dat ik al best wel veel health heb verloren omdat ik dit bezig was met niet opletten. Wat mij nogal vaak gebeurt. Maar het belangrijkste is om te kijken hoe vaak gaan we dood. We hebben de death montage ondertussen een beetje gezien hoe erg dat het net was. Maar is het nou nog steeds erg? Vergeet niet, de vijanden hebben minder health, doen minder damage. Dus we hoeven ons minder zorgen te maken over dat soort dingen. Uh,
hier hebben we dus ondertussen de Scarecrow. Het is wel leuk om eigenlijk weer een beetje terug te komen in de oude Let's Play wereld van toen die tijd. Ik bedoel, dadelijk heel eventjes langs het oude komend huisje. Altijd heel eventjes leuk. Trouwens, ik heb nog steeds de inventory van wat we hadden, alleen een beetje geleegd. Niet dat ik hier items ga meenemen of zoiets, want daar ben ik niet meer aan. Daar heb ik geen zin in. Plus dit is van 1.2.4. Alles wat hier ligt, dat hebben we ondertussen al. Ah, daar krijgen we de eerste Morning Wood. Hij is neer. Hebben we er nog één? Ik heb mijn summons nog niet eens gebruikt, joh. Hoppakee. Hallo. Nou, zoals je kunt zien, de damage is nog niet eens zo groot. En als je dan denkt van, ja, maar dit is van jouw 1.2.4 wereld. 1.2.4 wil niet zeggen dat het 1.2.4 blijft. Alle armor is namelijk ook nog eens een keertje te updaten. Waardoor dat je dus gewoon de nieuwe armor kan krijgen. Plus we zitten op de 1.2.4 wapen defense set. Het enige nieuwe is het wapen wat we nu zouden hebben. En ja, dat kun je hier opstarten. Hallo Pumpkin Moon. Ik heb echt... Pumpkin Moon, op mij nou. Jij Pumpkin. Ik heb een hekel aan jou gekregen sinds Expert. Nou, op zich zijn ze nog steeds heel erg makkelijk neer te halen, zoals je kunt zien. Maar het belangrijkste is, hoe gaat die Final Wave? Want dit eigenlijk, ja, we hebben net ook de Final Wave zonder problemen gehaald. Hoe gaan we de Final Wave halen? Zometeen. Dat is nu eventjes de vraag. Ik op welk knip heel eventjes daar naartoe. En here we go. Complete chaos weer. Oké, wave 15. We hadden 900 punten te halen gekregen in expert mode. Gaan we eens even kijken of dat hier... Oké, ik heb help nodig. Oké, so far so good. Ik zie minder pumpkin moons of pumpkin spawnen. Oké, okay, daar komt de hele band. Oké, daar komt de hele band aan. Gezellig. Maar niet heus. Maar ja, vergeet niet, ze doen veel minder damage en ze hebben minder health. Maar zoek al zou je nou geraakt worden door ik weet niet hoeveel dingen tegelijkertijd. Dus volgens mij zijn ze minder snel. In ieder geval onze damage per seconde, dat is gewoon belachelijk hoog op het moment. Ja, we zitten al over de punten heen, jongens. We zitten al over de punten heen. Hè. Overleven is hier een stuk makkelijker. Ik wil nog niet eens weten, al die zooi die we nou ondertussen oppakken. Yay! Wraakmoment! Dat moment dat wraak zo zoet is! Volgens mij kan ik gewoon stil blijven staan en gewoon omhoog blijven schieten op die beesten. Volgens mij gaan ze toch wel snel genoeg dood voordat ik... Oké. Ik neem toch wel wat meer damage als ik stil blijf staan. Een beetje minder roekeloos doen. Hoi. Dank voor je help. Helemaal full help weer. Goed zo. Ah, ik moet nou wel iets bewijzen, hè, dat ik niet dood ga. Oh, we hebben dat zwaard hebben we nog niet. Ah, ik kom nog wel even slapen hier dan. Poink. Ga heen. En kom nooit meer terug. Zo, die is ook neer. En maak je geen zorgen. We doen hetzelfde in de volgende aflevering met de Frostmoon. Eén keertje expert, één keertje gewoon om het verschil te laten zien. Maar ik wil jullie laten zeggen, echt serieus. Expert hebben ze een beetje een tikkeltje extreem gemaakt naar mijn smaak. Ik bedoel, vergeet niet, de vijanden hebben meer health. De vijanden doen echt een enorme lading damage op het moment. Hallo. En de enigste dingen die jij ervoor terugkrijgt, is een extra inventory slot. Dat is alles. Je krijgt een extra inventory. Oké, okay, en de vijanden hebben een slide. De nadruk op slide zeg ik hier alleen eens bij. Wil jij niet zo op mij zitten, alsjeblieft, serieus. Ga weg. En in één keer poef. Nee, jij gaat nog dood. In één keer poef zijn ze weg. Wat raakt mij?
wel zeggen, waar raakt mij? Dus ja, ik heb trouwens niet de punten totaal gezien. Dus ik hoop dat jullie daar heel eventjes op hebben gelet een beetje. Want qua punten totaal, ja, sorry. Nou, deze dingen die mag ik allemaal netjes verkopen. Aangezien dat ik gewoon legit dit allemaal verslagen heb. Dus ik doe heel eventjes een inventory check en ik zie jullie terug in de Trio BB's. Ah, dit brengt zoveel herinneringen weer terug. Dit huis gewoon. Geniaal. Net zoals die ballerina. Wauw, was dat mijn ballerina? Tom Post, hartelijk gefeliciteerd met je prijs en binnenkort ook je verjaardag. Ik hoop dat je veel plezier gaat beleven met deze game in de Let's Play wereld. Hiernaast een kistje met equipment van de laatste aflevering. Greed, Zelda Play It Win. Nice, en dan in dat kistje, daar zit volgens mij alle equipment in die we toen gebruikt hadden. Ja, ik denk dat ik dat... Mag ik hier nou, de Link outfit. Ik denk dat ik dat ook weer opnieuw ga doen met de volgende giveaway die dus bij de laatste aflevering bekend zal worden. Goed. Och, hier in mijn NPC-huisje. Iedere verdieping met een nieuwe tent. Oh, wat leuk. Dan heb ik het wel nou iets origineler aangepakt. Met de Tree of Eevees en zo. Maar het is nog altijd leuk om dit zo hier terug te zien. En zoals ik zei, voordat we hier weggaan... Heel eventjes nog langs het huisje van Awesome Commons Eendere Bas. Oh, we moeten hier bovenaan beginnen. Ja, we moeten hier bovenaan beginnen. Pascal Hermans, dit wordt een geweldige Let's Play. Roxanne Plateau. Random Game Kanaal. Amilo, Tom Post. Dat is toen de winnaar geworden. Leuk. Volt, kopje koffie. Milo van der Wouden, Oliver. Ik zie heel veel namen die ik niet meer eigenlijk heb gezien. Dylan, Ender Gaming. Sam van der Drift, Sjors. Jurgen, Roman, Pascal, Kirby. Spica Games. Oh, Spica! Die had volgens mij de naam veranderd of zo. Claudia C. Allemaal leuk om die namen zo weer eigenlijk een beetje terug te vinden zo. Ach ja. Een godly cool guy worden mensen. Het Sadakast team. Robinski Vlogs. Dat is... ach, Robinski. Dat is gewoon Robin geworden. Dus... awesome swag. Ik vind het wel lachen. Chardo! Die kennen we nog wel. All caps. Chardo. Die heb ik toen een keertje... Daar ben ik toen een keertje op bezoek geweest volgens mij. Luc. Mr. Banaan. Ricardo. Boo Mario. Just Games. Squirtle Gameplay. Donny Biedorf. Robin. Ja. Enig Bas. Wacht. Enig Bas? Hebben we die twee keer nou gehad? Enig Bas? Of herinner ik die nou nog van een andere? Maakt niet uit. Enig Bas is nog steeds Enig Bas en die kijkt nog steeds en die is awesome. Dus. Je bent geweldig! Jij ook Enig Bas. Jake Smit. Old Ways to Gaming. Rafael van Ingelen. Mario Hirio. Mario Dario. En Milan Smit. En toen hebben we 44 parts gedaan. Oké. Okay. Oh, en een party is going on. Maar goed, ik zie jullie terug. Bij ons eigen wereldje. Oké, okay, dan wil ik het toch wel een beetje snel maken in verband met... Ja, dat ik in de volgende aflevering snel kan beginnen met de Frost Event. Dus wat ik ga doen is ik ga heel eventjes snel wat pijlen maken. En even kijken, dat is met... Waar heb ik mijn... Deze. Deze hebben we ervoor nodig. Voor de rest eigenlijk alleen maar pijlen. Ammo! Heb ik genoeg lege pijlen? Nee. Dan moet ik weer stacks gaan kopen. Plus we hebben dat heel veel... Oh boy. Jij bent hier. Mooi. Shop. Geef me pijlen zoveel mogelijk. We moeten een beetje HST maken. Want dan kunnen we dadelijk namelijk gewoon gelijk beginnen met de solar eclipse. Dan hoef ik niet zo lang meer te wachten. Oké, dat hebben we. Jij mag deze hebben. En dan moeten we snel naar onze anvil. Wacht, maar ik doe het toch. Olie-arrows. Ja, dat dacht ik. Zo. 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 En zo, zo, zo. Veel beter. Eventjes snel naar jou toe. Jij mag die mooie trofies hebben. Hartstikke mooi. Speciaal bij jou gekocht bij de HEMA. Sluipreclame. Deze video wordt niet gesponsord door. Quickstack. En dan gaan wij zo snel mogelijk hier richting ons huisje van Awesome Comments. En dan ga ik heel even de comment van de dag erbij pakken. Comment 39! Nou weet ik waarom dat die ene naam mij zo erg bekend voorkwam. Aangezien dat dat namelijk ook de comment van de dag was. Ja, ik heb een kladblokje heb ik altijd klaar liggen voordat ik begin met opnemen met de comments die gekozen zijn door de randomizer. Ja, 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 ja. Ene Bas die had geschreven, geweldige video. Weer ZP20, je bent nog altijd de beste Nederlandse Let's Player. Ook al is Terraria niet echt mijn stijl meer. Ik... Snap je. Ik hoop dat je nog veel plezier verder zal hebben. En dat je een idee hebt wat de volgende. En dat je al een idee hebt voor de volgende Let's Play. Oké, vooruit. Ik heb geen hint gegeven. De volgende hint was tropisch ijs. En daardoor weet iedereen al wat het dan gelijk gaat worden. Dus. Iets met een domkop.
te veel hints. En de Let's Play die ik je daar wil geven, dat is dus echt gewoon de hint van... Jongens, ik wil een survival... Weet je wel? Survival... Dus dat wil ik hierna weer gaan doen. En dus, na deze aflevering. Deze aflevering, comments zijn altijd welkom. Ik wil zeker jullie mening weten en noem maar op. Helaas komt het niet meer in het huisje van Awesome Comments. Omdat voordat dit is geüpload, voordat de comments binnen zijn gekomen, heb ik waarschijnlijk al de laatste aflevering opgenomen. Dus vandaar dat is de grote reden. Maar goed, met dat gezegd hebben, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat dat natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Hashtag expert is too difficult, vind ik. Persoonlijk, ik bedoel serieus. Als je naar die damage dinges gaat kijken, ja. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.